Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Boven Nederland zien we toch wel wolkenvelden liggen en die wolkenvelden lossen langzaam wat op. Dat betekent dat er ook zeker ruimte komt voor de zon. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog, mocht er toch al een buitje vallen, dan is dat waarschijnlijk langs de oostgrens. Vanochtend temperaturen van 14 of 15 graden, vanmiddag oplopend naar 17 tot 19 graden. In het oosten en noordoosten mogelijk een lichte bui, verder is het droog en de zon schijnt ook geregeld. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting, ook vanavond en dan is de buienkans veel kleiner. En zo niet, het blijft gewoon droog en de wolken gaan ook langzaam maar zeker oplossen. Morgen een beetje een herhaling van zette stapelwolken, zeker ook zon tussendoor. En als er nog een bui valt, dan is dat in het uiterste noordoosten het geval. Het kan in het binnenland 22 of 23 graden worden. Die temperatuur gaat de dagen daarna langzaam omlaag. Vrijdag misschien nog niet, de buienkans neemt in de loop van de dag wel toe. In het weekeinde liggen de maxima rond of net onder de 20 graden. Er vallen geregeld buien, misschien wel een keer met onweer. En eh, er is af en toe ook wat zon tussendoor. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl